Aanstaande zaterdag 6 januari is er een Herpen Humor. Humor 2.0. En daarover hebben we het met Ontje. Ontje Siebers, Arnold Siebers, wat is het nou eigenlijk? Nou, op kantoor was het Arnold Siebers, maar in Herpen is het, en omgeving is het gewoon Ontje natuurlijk. Omdat ik vanaf mijn derde of vierde al Ontje genoemd word in het dorp. Dus laten we maar houden op Ontje. Nou, Ontje. Ontje Siebers uit de Herpen. En Ontje Siebers stopt met de Tonpratersavond. Met het organiseren van de Tonpratersavond na 25 jaar. Heb ik gehoord. Wat was nou, of wat is nou eigenlijk een Tonpratersavond en hoe is het begonnen die 25 jaar geleden? Ja, dan moeten we eigenlijk daar nog een stapje naar voren, zeg maar. En we zijn uiteindelijk met deze avond, dat was toen een, zeg maar meer een amusementsavond. En die is gestart eigenlijk in januari 98. En het experiment daarvoor was in de eind jaren 80, begin 90 eigenlijk. Had ik contact met Jan Willems, eigenaar van Café de Sport destijds. Om eens een leuke avond op te zetten. En toen zijn we eigenlijk een beetje begonnen met tonpraters uit de regio. Uit de directe regio. Hadden we ook een echte jury en gingen we ook een winnaar kiezen van wie was de beste tonprater die avond. Daar waren ook al wat bekende artiesten bij, landelijk. We hebben ook nog de sterkste man van Nederland even gehad, Stachel Pritsko, kan ik me eigenlijk nog herinneren. En daar hebben we toen een jaar of 6, 7 denk ik gedaan. En toen hadden we, maar toen konden we op een gegeven moment merken van hoe kunnen we nou de kwaliteit van de avond handhaven en hoe kunnen we daar lang mee omgaan en ja, welke richting moeten we opgaan. Omdat we tonpraters alleen maar uit de directe regio hadden. Nou, toen hebben we daarover nagedacht en in 98 hebben we een andere stap gezet. En toen zijn we naar amusementsavond gegaan voor Brabant en Limburg. En daar gingen we de toppers op zoek naar de toppers van Brabant en Limburg, tonpraters. Kampioenen, Limburgs kampioenen, Brabants kampioenen, Zuid-Nederlands kampioenen. Ja. En daarnaast deden we 2 of 3 optredens er tussendoor. Met komische, humoristische groepen, duo's. En dat was altijd spannend om te zoeken. En dat waren bijzondere avonden. En sinds 2018 is eigenlijk de Tonpraters de titel ook veranderd in Humor en Herpen 2.0. En toen zijn we eigenlijk overgegaan met alleen Tonpraters en met alleen de toppers van Brabant. Wie organiseert dat dan? Vanuit welke groep, vereniging, club? Nou ja, dat is inderdaad een goede vraag. De organisatie is direct toen in handen gekomen in overleg destijds met Jan Willems. Met carnavalsgroep De Sliepse uit Herpen, die op 9 januari 2024 45 jaar bestaan. En ik ben daar voorzitter van en namens De Sliepse heb ik altijd het voortouw genomen om, om die avond in te vullen, zowel organisatorisch, maar ook presenteren. Later natuurlijk, in 2001, is die samenwerking in plaats van de sport, zijn we naar Cafézaal Tekens gegaan en is de samenwerking verder gegaan met William Peters vanaf 2001, tot op heden natuurlijk. Ja, bijzonder is eigenlijk ook dat de Sliepse hebben ook jarenlang een eigen dweilorkestje gehad. En die begeleiden eigenlijk muzikaal die avond. En ik dacht tot 2012 hebben ze dat gedaan. En na 2012 heeft de Bornlander Hofkapel, die begeleidt die avond muzikaal. En dat doen ze nu nog en ook volgende week dus. Ja. Jij kent al heel veel tonpraters, heel veel toppers zeg je. Zijn er ook bekende namen voor mensen die eigenlijk niks met tonpraten hebben? Tussen geweest? Ja, zeker. Het is ook leuk om denk ik te noemen. Als je kijkt naar Rob Schepers, hè, niet Rob uit Helmond, maar uit Sterksel moet ik zeggen. Ik denk dat Rob al 10 keer bij ons geweest is ofzo, dus zo. Dat is wel heel bijzonder. Ja. Daarnaast natuurlijk Andy Marcelissen, bekend van Omroep Brabant natuurlijk. Ja. Nou, Malone Kikken is was gewoon heel bijzonder met de typetjes zoals hij. Ik heb ook geschreven in de pers. Het mooie van hem was, hij kwam op
En dat was voor het publiek al voldoende eigenlijk, van je hoeft eigenlijk niks te vertellen. Dus. Ja, dan heb je mij de tekst nodig. En nou houdt het straks op voor jou. Houdt dan heel Humor 2.0 op? Allereerst is het eigenlijk, ik heb het organiseren en het presenteren, maar het organiseren heb ik de eerste jaren vaak samen gedaan met een zekere Jos uit Wanroij. Hij was een oud-tonprater en daar heb ik eigenlijk de zaak mee opgestart. Mm. En toen heb ik het een hele periode alleen gedaan en vanaf zeg maar Humor en Herpen 2.0, eind 2017, maar om het goed in elkaar te zetten, 6 januari 2018 was toen de eerste avond met Humor en Herpen 2.0. En met Sylvia Suppers, ook uit Herpen, sindsdien doe ik dat met Sylvia samen. En het grote voordeel is dat Sylvia gaat naar heel veel buurtavonden en kijken in Brabant. Maar en ook vooral dus naar Helmond, naar de Zilver, naar de Kap, naar het Brabants kampioenschappen. Dus die, dat gaat gewoon hartstikke goed, want dan kunnen we samen heel goed overleggen van ja, hoe was die buurt, want ze heeft hem dan ook zelf beleefd. En, dus en zo overleggen we dan samen van om het programma te bepalen. En zij, Sylvia, die pakt het over voor jou? En Sylvia die pakt de organisatie over en de volgende datum is dan 4 januari 2025. Die staat al vast. Sylvia doet de organisatie en dan is nog in ieder geval meegenomen als we nog een presentator gaan krijgen. Je hebt zo'n mooie jas aan, hè? Jouw presentatorsjas, of wat is het voor jas? Ja, er zit wel een idee achter eigenlijk. En het idee en dat er zijn komt samen met Humor en Herpen 2.0. Toen gingen we dus vooral alleen maar over naar de toppers van Brabant. Alleen tonpraters. En toen heb ik ook meteen de stap gezet van, nou, laat ik er dan Brabant nog meer bij betrekken. En nou, dit is de jas van Brabant. Oh ja, 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 rood-wit. Dit is de jas van, ja, dit is de jas van Brabant. Dus vanaf 2018 draag ik als presentator deze jas. Ja. En met uiteraard de stropdas erbij. De sleeps. De sleeps van natuurlijk van carnavalsgroep de sleeps uit te beelden. Ja. En een 2001... Ja, ik heb nog... maar ik mocht van mijn vrouw niet te veel medailles meenemen, maar ik heb maar eentje meegenomen van de Europese narren. Dus, ja, ja, ja. En heel chic met zo'n epauletjes erop. En daarnaast, wat we ook nog een toevoeging van Brabant eigenlijk is, dat we de avond ook altijd afsluiten met het lied van Brabant, van Guus Meeuwis. Ja. En dan zingt dan Marcel van Brakel van de Bornlander Hofkapel. Die en dan geven we toch die avond een Brabant steentje, zeg maar. Nou, aanstaande zaterdag 6 januari. Zijn er nog kaartjes? Het ziet er nu al uit dat het net zo druk zou worden als afgelopen jaar. Nou, dus nou, meer dan prima. Dan zijn moeten mensen, ja, moeten mensen maar gewoon een jaar wachten. Maar je kunt nu, op dit moment kun je nog kaartjes gaan halen. Oké, toch. Nou. Ja, en we proberen daar altijd een oplossing voor te vinden. Dus. Oh. Wie wil, ga lekker onze avond bezoeken, zou ik zeggen. Die mogen in de klas, ze doen de deur open en dan kunnen ze toch meeluisteren. We proberen altijd creatief te zijn. Je frotsen er binnen. Ja. Ja, ja, dus goed. Okay. Maar kun je dit jaar gewoon loslaten dat je Sylvia echt alles zelf laat doen? Ja, ze mag natuurlijk een bellen als ze iets wil weten. Ja. Maar dat jij niet je eigen ermee gaat bemoeien, denk ik dat het lukt. Nou, daar ben ik wel van overtuigd, want dat heb ik eigenlijk in feite ook al losgelaten. En ze weet gewoon, er zijn natuurlijk voldoende vragen, hè? Ook richting de pers, hoe ga je met de aankondigingsborden, met de Tom praten. Nou, heeft ze vragen, dan weet ze dat ze mij kan bellen en dan kunnen we samen even overleggen. En dat gaat goed komen. Nou, veel plezier zaterdag en veel plezier verder met het zoeken naar iets anders. Hartstikke. Ja, oké. Dankjewel, Hondje. Ja, geen dank.